oudejaarsfeest. Dus welkom iedereen bij Bolstar. Twee uitgenodigde personen zijn hier. Snuffel en Muffin. Welkom. Op het feestje. Dit is mijn eten. Het is lekker. Het is dus kalkoen met saus en appelmoes en frietjes. Lekker, hè? Dus wat doe je dan als je klaar bent met eten? Dan ga je gewoon live gaan. Dus ik zit momenteel live. En ik ben er ook wel blij om. Dat het gewoon kan. Dus ik zal eventjes laten zien. Zo ziet het eruit om live te gaan. Dus ben ik gewoon live. Dus we zijn heel blij. Dus je ziet mij ook. Dit is de livestream. Dus dat kan gewoon. Op de achtergrond stond natuurlijk ook... natuurlijk, eerst heb ik Silke gedaan. Dan heb ik Kieter gedaan. En dan heb ik Mitzi gedaan. Maar ik heb die even afgehaald. Want ja, ik moet dan toestemming vragen. Of dat hij in de vlog wilt. Dus daarmee heb ik dat dus even afgehaald. Dus, en voor de rest is het eigenlijk gewoon heel rustig. Ik heb ook al het materiaal klaargelegd om straks te doen. Het plan is eigenlijk heel simpel. Proberen over het muurtje te krijgen. Dus gewoon, camera moet ik ook nog zien waar ik die kan zitten. Dus momenteel regent het nog niet. Of sneeuwt het nog niet, wat ik ga doen. Dat is wel zijn voordeel eigenlijk. Want dat wil dus wel zeggen dat ik dus nog wel een stukje een voordeel heb. Als het nog regent en doet, dan is het nog helemaal niet gemakkelijk. Omdat ik de camera ook niet in de regen kan zetten. Dus het is er wel donker. Dus daar moet ik ook eens op vinden. Dus dat jullie het wel een beetje goed kunnen zien. Dat is eigenlijk het enige puntje wat eigenlijk een beetje een probleem is. Dat er dus geen licht is. Maar voor de rest denk ik wel dat jullie allemaal goed mee kunnen volgen. Ik moet alleen eens zien hoe ik dat ga doen. Ik denk dat ik een stoel ga buiten zetten straks. Dat ga ik dat gewoon even doen, een stoel buiten zetten. Dat het al niet opvalt dat ik die stoel buiten zet eigenlijk. En voor de rest moet ik het eigenlijk allemaal nog wel bekijken. Want ik weet totaal niet hoe of wat ik het precies ga doen eigenlijk. Dus dat zien jullie allemaal wel. En dan is het natuurlijk cadeautje uitpakken, nog een stukje taart eten. En ja, dan zien we nog voor de rest wel. Ze waren eigenlijk bezig aan een cadeau, nu dat ik erbij kom niet meer. Het is ook een snuffeltje, wat tof. Denk iets dat niet gemakkelijk is, hè. Even kijken, wat er allemaal zijn, hè. Even zijn er allemaal. Oké, ik heb er één in mijn gedachten. Dan moet je nog beschrijven, zeker. Het is de eerste keer dat ik het voor je moet verstaan, anders niet mag, hè. Het is een emoji die geel zit. En die ook die een beetje rood. Nee, dat is hem niet. Want hij heeft ook een beetje, hij heeft ook rood en geel, de tips. Nee. Angel, we zijn emoji game aan het spelen. Het is geel en het is rood. Dat heb ik ooit gedaan, maar ik ben gek. Ja, ik heb ooit gedaan, Gieter. Dat had ik gewonnen. Dat had ik op het bord staan. Ja, ja, dat is hem. Stijn is eerste. Er zijn veel mensen, laat ik weten. Goed, we gaan er nog iets doen. Nu ga ik weer eentje denken. Ja, hij was juist, jullie hebben het juist. Goed, ik ga eens kijken voor een ander emoji. Een ander emoji. Eens kijken dan. Even wat je steken.
Het is rood. Ja, dat was te gemakkelijk. Ja, dat was te gemakkelijk. Dat kan ik anders. Ik dacht dat het echt moeilijk is. Mensen gaan mij raden, maar het is wel gemakkelijk. Het is echt zo enthousiast. Te gemakkelijk, ja. Jij ziet. Dus. We zullen het nog eens om. Dat toch eens op hand is, hè. Nee, het is teken nog. Het is oranje. Met wit. En zwart. Dus ik herhaal, het is oranje met wit en zwart. Nee. De mensen die mij goed kennen weten normaal gezien over wat het gaat. Mensen die mij minder goed kennen weten het niet. Nee. Het is oranje met wit en zwart. Het is oranje met wit en zwart. Nee. Het is ook mijn lievelingsdier. Het is mijn lievelingsdier. Als tip. Dus het is al een dier. Het is mijn lievelings, dan nog wel. Dus het is oranje met wit en zwart. Ja, een vos. Een vos, ja, dat is mijn lievelingsdier. Ik ben wel blij. Dat is echt mijn lievelingsdier. Dus dan weten dat ook allemaal mensen, een vos is mijn lievelingsdier. Ik heb ook toen Enzo geboren werd, ook vosjes gedaan en zo. Dus dat is echt wel mijn lievelings. Dus jullie hebben het juist. Het is inderdaad een vos. Nu eens kijken voor nog. We zullen het nog eens een keer doen. Dat is natuurlijk niet zo heel gemakkelijk om te doen. Hè. En dan zet je voor de knor. Nu woorden. Woorden. Want dat is niet gemakkelijk. Ik kan wat tv kijken tot straks of volgend jaar. Ja. Woorden. Dus ik moet een woord zijn, dan moet ik daarvan zoeken of waar. Oké. Dus om te snel woorden. Oké. Nee. Dat is een beetje moeilijk, denk ik. Voor mij dan, waarom staan? Hey, Linia. Ik zal een woord zeggen, nu gaan de emotie moeten gaan zoeken. Dat is wel heel goed, hè? Goed, dat ga ik doen. Tot straks misschien. Zoek de telefoon. Als wij fietsen, dan moeten we fietsen. Dus ik moet bijvoorbeeld... Oké, dus ik ga gewoon proberen. Dankjewel, gelukkig nieuwjaar alvast, ook voor jou. Oké, ik ga het proberen, hè. Ik ga gewoon een woord bedenken, hè. Je mag nog eens schrijven, hoor. Regenjas.
We zijn goed, hè? We zijn goed. Jullie zijn weer goed. Oké, een volgend woord dan. Q-muziek. Ja, je had het al juist. Je had het juist. Ik denk dat ik te laat binnenkom of zo bij jullie. Denk ik. Dat de auto een draai op zit. Denk ik. Goed, dan doen we het nog eens een keer. Hè. Goed luisteren allemaal. Allemaal goed luisteren. Een woord. Oudjaar. Verhaal oud jaar. En ter eerst oud jaar. Super, super, super snel. Hoor je ook de eerste nog eens te denken? Hey Louis. Oké. Wasmand. Ik ben het kind van Jesse. Ah, u bent het kind van Jesse. En wat? Ah, super goed, we zijn goed bezig. Hoe is jouw naam? je hebt het juist. Maar je hebt wel goed accent. Er zijn zo mensen binnen, dus mensen zijn de eerste. Zo, eigenlijk moet er dus wel meer zijn. Hè? En dan zo'n tekening opmaken. En dat dan ophangen. En dan ik ga dat eens uitwerken met dingen.
dit is het taartje dat ik ga eten voor oudjaar. Ik ben wel blij dat het gelukt is, dus ik ben wel fier eigenlijk. Dus nu ben ik nog benieuwd wat ze gaan reageren. Neem mijn cadeautje maar uit. Kijk eens. Cadeau.